ben Henri Moret. Ik ben oud, ik ben 68 jaar. Ik heb gewoond in de Herenwaard. Daar woonde ik met 12 à 15 personen. Harry had het al zelf al een paar keer aangegeven. En wij zagen ook wel dat hij eigenlijk vrij weinig gebruik maakte van ons als begeleiders. Toen zijn we eigenlijk met hem in gesprek gegaan van ja, we zien je eigenlijk niet zoveel. Wat zou je nou eigenlijk gewoon zelf het liefste willen? Kijk, ik hou van mezelf. De rust en herstantie. En echt waar ik mijn eigen gangetje kan gaan. En niet graag te veel om me heen en zo. Ik moet echt een vrij iemand wezen. En waarom heb je dan zoveel jaar op de Herenplaats gewoond? Om de situatie was zodanig van die naart dat het genoodzaken was dat ik niet direct een andere woning kon krijgen. Ik moest van mijn ziel eerst zorgen dat alles weer op de juiste hoogte was. Dat ik een nieuwe start kon beginnen. Zijn er nog andere cliënten die ook die stap maken? Nog niet zoals Harry dat nu doet, maar wel richting een andere woonplek, ja. Toch? Ja. Want, wie bent u? De Tom en Lisa. En hoe lang woont u hier al? Al een tijdje. Ik weet nog wel een jaar. Maar u wil hierbij voor, of wilt u net als uw buurman ook zelfstandig gaan wonen? Ja, zij is wel bezig verstandig met me. En hoe wordt u daarbij geholpen? Door een leiding. Tommy, met bijvoorbeeld je brood zelf klaarmaken. Vroeger deed begeleiding dat, of niet? Ja. En nu? Wie maakt nu je brood klaar? Zelf. Dus dat heb je al geleerd, hè? Dat je zelf je brood klaarmaakt. Het brood klaarmaken hebben we al die tijd voor haar gedaan. Jaren. Ik heb geen idee waarom, maar we hebben het jaar in stand weten te houden. En ze kan het zelf. En dat vind ik dan, het is een kleine stap, maar ze heeft hem genomen en ze doet het nu zelf. Tony gaat niet zozeer wat Harry nu doet, maar is wel naar een andere woonvorm aan het kijken dan Herenwaard. Maar ook wel gewoon met begeleiding. Ja. Nu ben je vandaag na lange tijd weer terug. Ja. Zou je nog een keertje terug willen? Of, Terug willen natuurlijk niet, maar toch bepaald even langskomen. Hè? Het idee dat het gaat goed met me, dat is het belangrijke. Ik ben iets vooruit gegaan en dat scheelt natuurlijk. Maar het is altijd wel leuk dat je nog wel eventjes langs loopt. Want waar je nu woont, heb je daar ook contact met je buurman, buurvrouw? Ja, ook met de buurvrouw. En ik heb ook koffie gedronken en zo. Kort geleden weer en dan vliegen stap voor stap. Dan kom je met de buren in aanraking en dan automatisch, ja, je loopt vaker langs me en dan die keer weggaan. Ik vind het altijd leuk dat je even een kop koffie kon drinken en dat ik alle plezier waarderen. Ik vind de visie van dat mensen het recht hebben om zelfstandiger te wonen met gepaste begeleiding, of echt op maat, vind ik persoonlijk fantastisch. Ik vind dat er jarenlang te veel gebruik gemaakt is van begeleiders, terwijl mensen veel zelfstandiger zijn dan waar ze de credits voor krijgen. Dus ik sta voor 100% achter deze visie, want ik vind ook echt dat er veel meer uit te halen is dan wat de jaren gedaan is. En dat er veel meer gekeken moet worden naar mensen hun talenten. Hè? Momenteel speelt dat heel erg bij Pa Meijer. Talentenontwikkeling, prachtige ontwikkeling. Dat zelfstandig wonen, daar heb ik overleg met de leiding. Dat houdt zover in dat ik voor juni weg moest om te kijken voor een andere woningcomstantie, dat ik zelfstandig nog kan koken en mijn gangetje kan gaan. Dus dat is al genoeg en dan ideaal. En hoe hebben ze dat jou geleerd? Dat leer je daar vanzelf. Als je daar eenmaal bent en je zegt, hoor, je kan zelf een en ander stofdoek pakken, alles afstoffen, want als je te veel spulletjes hebt, dat moet je dus zelf onthouden. Ik hoop gewoon dat we met zulke soort dingen gewoon wat meer in kaart brengen. Dat inderdaad dat stukje eigen regie gewoon zo belangrijk is. En dat iedereen het recht heeft om regie te hebben over zijn eigen leven. Het is een ommegang, want het is even een andere manier van denken. Omdenken, ook wel heel mooi gezegd. Om vooral vanuit begeleiders de andere kant te benaderen. En vanuit mensen hun kracht te gaan begeleiden in plaats van op mensen hun niet kunnen. Dat is een ontwikkeling
Dat is een ontwikkeling waar Pa Maaien momenteel heel erg mee bezig is. En wat heel positief verloopt. Maar dat is ook een proces. En Pa Maaien is er denk ik al heel positief mee bezig. En de maatschappij nog iets minder. Maar we komen er. Wat heb je als tip voor mensen die zeggen, ik wil zelfstandig gaan wonen? Ga goed in gesprek met je pb'er. En ga goed in kaart brengen wat je wil en wat je ervoor nodig hebt. Want er is veel meer mogelijk als dat je vaak zelf denkt.